Daar is de turnover van Joost. En nu zou er eigenlijk een vast break uit moeten komen. Maar dat levert aan de andere kant ook een turnover op. Dat is loopovertreding. Goede power move van de week. Roel nog een keer van ver. Ja! Ja! Je zag hem. We stonden in de baan van het schot. Een schot wat veel mooier is om te zien natuurlijk. Team basketbal. Maar uiteindelijk heb je... Oh, dat is een hele laconieke paas van Pekenkop hoor. Roel van Beek zit daar... Overbeek zit daar heel goed bij. Aan beide kanten zeer actief. Dit is een mooie drie punten van Roel van Overbeek. En die had Joost ook wel even nodig. Quisenberry, ja, keek niet achter zich. Van Overbeek met hele goede handen. Die moet nu 1-1 gaan tegen... Goed doet hij heel mooi. Ja. Kozak trouwens, sorry.